Hey, hallo iedereen, en superleuk dat je weer op bij bent. Maar alweer een nieuwe review van Randy's Bierblog. Doen we weer een Belgisch bier. Een triple dit keer. De Dikke Jan triple. Deze komt maar met 7%, wat best wel weinig is voor een triple. De meeste triples zijn wel wat hoger. Wat natuurlijk niks wil zeggen. Ik heb niks opgezocht over dit bier. Ik weet niet wat erin zit. Zo doe ik eigenlijk iedere review. Ik verras mezelf en ik probeer te achterhalen wat voor smaak of wat er in het bier zit. Ja, dit is dus Dikke Jan. Dat is misschien wel de neef van Hollebolle Gijs. Geen idee. Dat zal zomaar kunnen. Misschien zijn ze familie van elkaar. Ja, ik kan hem wel weer. Oh, het is ook medailles gewonnen, zie ik. European Beer Challenge. Ja, oké, okay, nice. Nou, dat voorspelt wel wat, toch? Ja. Die Belgen die weten vaak wel goede trippels te maken en goede zwaar blond bieren. Dus ja, die drink ik altijd graag. Die stellen me zelden teleur. Dus ik ben zeer benieuwd. We gaan hem openen. En we gaan hem natuurlijk inschenken, want het zal een beetje raar zijn als ik hem nou open en dan gewoon een flesje hier laat staan. En dan gewoon een beetje naar gaan kijken of een beetje ruik. Het zal een beetje saai zijn, hè? Er zit weinig gist in. Zit er überhaupt gist in op de onderkant? Nee, er zit geen gistlaag in. Maar het bier is duidelijk troebel genoeg. Hij heeft een donkere blonde slash gouden kleur. 3,5 vingertje schuim op dit moment. Ja, meestal zijn die trippels en zwaar blond bier uit België zeer koolzuurrijk. Dus dan kreeg het natuurlijk wel wat meer schuim. Maar dat is helemaal niet erg. Nee hoor. De aroma's zijn. De aroma's zijn heel mild. Ik kan er heel weinig uithalen. Iets van kruidigheid, iets van mout. Misschien komt het door de hoeveelheid schuim. Nee, ik hoop dat de smaak beter is hoor dan de aroma. Ik vind de aroma ja, niet vies natuurlijk, maar je ruikt niet zoveel. Dus ik ben benieuwd. Cheers. Smaak is wel beter hoor. Zo. In de afdronk. Hij is eerst heel kruidig. Laat ik daarmee beginnen. Het eerste wat je proeft is kruiden. Ik heb er best wel twee slokken genomen. Ik moest eventjes wennen aan een soort kruiden. Die goed op de voorgrond leggen. Ja, hij is wel veel krachtiger in smaak dan het aroma, gelukkig. Nogmaals, kan aan de schuim liggen. Maar in de afdronk proef ik iets van grapefruit. Een lekkere bitterheid van grapefruit. Ja. Ik ben bijna benieuwd of de grapefruit erheen zit, want het lijkt er echt heel erg op. Drie soorten hop en drie soorten gerstemout. Afgerond met een maisvlok, een licht bittere afdronk maakt de smaak compleet. Nee, er staat niks op van grapefruit. Gerstemout, mais, hop en gist. Nee, oké. Dan zal het wel een van de mouten in combinatie zijn met een van de hoppen, of gewoon een van de hoppen in combinatie met de andere hoppen. Het kan allemaal of gewoon een combinatie van alles, maar ik proef het zeker wel. Ja, hij is echt lekker bitter hoor, van triple. Niet alle trippels zijn zo bitter. Echt een bomvol met kruiden en met. Ja, ik vind hem lekker. Ik proef zelfs een beetje kardemom. Kardemom, ken je dat soort kruid? Dan proef ik het ook wel een beetje in hoor. Lichtjes hoor. Maar vooral die grapefruit op de afdronk. Samen met die kruidigheid. Ja, ik vind hem geslaagd. Er had nog een zuurtje bij gemogen of zo. Misschien nog iets meer fruitig te maken. Maar ik ben kritisch hoor. Dan ben ik heel kritisch. Ja, voor een triple heeft hij veel smaak, moet ik zeggen. Zeker weten. Dus we gaan door naar het eindcijfer van deze Dikke Jan. Ik geef Dikke Jan dus een. Weet ik nog niet. Dat ga ik nou beslissen. Ik geef gewoon alweer een 8 op een schaal van 10. Ja, en de laatste tijd geef ik weer wat hogere cijfers weg. Vind ik alleen maar leuk. Een 8 op een schaal van 10 of een 4 van de 5 op Untappd. Ja,
Ik vind hem geslaagd. En ik ben benieuwd wat zijn neef of zijn broer of zijn vader, Hollebolle Gijs, van het bier vindt. Maar ja, die houdt niet zo van bier en die houdt meer van papier. Dus ik ben blij dat hij meer smaak heeft en dat hij niet aan papier smaakt. Nee, Dikke Jan heeft dus duidelijk meer smaak hoor. Maar goed, laat me zeker even weten wat jullie van deze Dikke Jan vinden. Ja, wat je van Hollebolle Gijs vindt mag je natuurlijk ook altijd laten weten. Ik sta overal voor open. Ja, en ik zie jullie graag de volgende keer weer terug, natuurlijk. Ik probeer 2 keer per week te uploaden. Soms is zelfs 3 keer per week, maar dat is niet standaard. Standaard 2 keer per week. Duimpje omhoog word ik zeer gelukkig van, maar ik word ook gelukkig als je gewoon mooi abonnee wordt. Gewoon lekker abonnee wordt. Ja, want dan zie je me gewoon in je overzicht verschijnen en dan boem, daar ben ik weer, weet je. Ja, dat vind ik ook, dat is hartstikke leuk. Vind ik wel. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Maar dat gaat vast goed komen, denk ik zo eens. Proostie en op de volgende keer.